fijn huis. Ik vind het leuk om hier te zijn, merk ik. Lekker leuk. En we nog meer besef wat ik aan hem waardeer. En deze vond ik heel gaaf. Oh, dit is heel erg. Kijk. Ik ben heel blij hiermee. Iedereen snapt het op aarde. Ja, er komt een andere kant weer uit. Ik ben wel benieuwd voor de mensen die ook aan het beeld zitten, hoe lang jullie dus het doorslikken. Hoe lang weinig. Ja, maar ik bedoel, je kan het zo makkelijk natuurlijk ook weer verplaatsen met die bakken. Ik ben een ontbijtje, maak je haast een lam gaat opvangen. Maar nu zie ik jullie voor het eerst echt van mijn badkamer eruit zien. Ben je even snel? Ja. Dat het wel gaaf is om die daar nog te hangen. Ja. Blijf maar bij de tijd. Goedemorgen allemaal en welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is 9:45. Ik ga vandaag wat later naar mijn huis. Vandaag is dus mijn verhuisdag, maar ik moest ook nog editen. En ik wist natuurlijk dat ik mijn verhuisdag vandaag had. Dus ik heb een beetje geschoven. Dus in plaats van vandaag alleen maar verhuisdingen doen, heb ik er ook voor gekozen om even 2 uurtjes te editen. Omdat ik dus de vorige dagen weer niet heb geëdit. Ik ga nu naar mijn huis. Shanna komt rond 12 uur denk ik. Half twaalf uur. Gaan we lekker samen knallen. Heb ik zelf nog even 1,5 uur om te knallen. Ik rij even naar het grofvel, want ik heb zo'n grote doos. Die kunnen wel in die bakken, maar ik heb dus dat rolgordijn. En ik zou niet weten waar ik dat weg moet gooien. Ik hoop dat ze trouwens open zijn op maandag. Oh. En ze zijn niet open op maandag. Dus ik ga naar mijn huis. Ik dacht het al eigenlijk. Ga ik nu naar mijn huis, dan ga ik... Ik denk dat ik gewoon vast wat dingetjes ga klaarleggen voor die kledingkast. Zodat als Shanna is, dan meteen aan de slag kunnen. Dus wat dozen openmaken... Vast, ja, misschien vast wat stroffen erin en zo. Dat is dus een hele hoge pakskast. Maar dat, hoe noem je dat? Kadaver? Ik weet niet hoe je dat noemt. Het omhulsel. De kast zelf, zeg maar. Moet je staand opbouwen. Ik weet nog dat het in Zoetermeer had ik dat helemaal fout gedaan. Toen kwam H thuis na zijn werk. Ik helemaal trots. Wilde hem dus rechtop zetten. Kon het niet meer. Staat ook duidelijk in dat boekje. Heb je zo'n hoge kast en is je plafond niet zo hoog. Dan moet je hem dus staand opbouwen. Want je hebt volgens mij... Volgens mij is de kast 2,30 hoog en is mijn plafond 2,36 hoog. Dus dat. Dus ja. Ja. Oh ja, mijn moeder en ik zagen dus gisteren foto's van het nieuwe huisje van mijn nichtje. Die krijgt echt een huisje van 38 vierkante meter. Net als ik in Muiden. Maar het was zo leuk ingedeeld. En zij hebben dus de tv boven hun eettafel. En wel een klein rond tafeltje. Maar toen dachten mama en ik van, ik kan dat hier ook doen. Maar ik weet het niet. Kijk, die bank hoort dus hier. Ik moet zeggen, ik vind groen ook mooier bij de beige muur. Daar is hij ook op uitgekozen. Hij zou natuurlijk nog terug kunnen en bijvoorbeeld voor een lichtere kleur. Maar ik vind dit fijn omdat het minder kwetsbaar is ook. Maar dan zou dus hier de bank komen met die wolkentafel en 2 stoelen. Die roze zijn, dus die kleuren wel leuk. En dan de tv erboven. Hij is niet heel groot, het is zo'n schilderij-tv. En dan heb je dus hier meer ruimte om een goede bank te zetten dan hier. Maar ik vind het niet zo mooi. Ik weet niet. Het doet me niet zoveel. Je hebt nu al van die zitplekken. Maar ik vind het wel echt een hele mooie bank. En kijk. Anders zou dus hier een bank kunnen tot... Nou ja. Hier. Lijkt nog best groot. Maar ik had toen gemeten. Het is volgens mij maar 1,70. En daar... Ja, dat lijkt veel groter. Maar in feite... Ja, wat win je er dan mee? Maar kijk, zoveel verschil zit nou ook weer niet, denk ik dan. Dus je wint er niet zoveel mee. En ik weet niet of het mooier staat, een bank daar. Ik denk dat het leuker is om mijn zithoek daar te laten. Dus hier gewoon een bankje. Ik ga meteen nu even meten hoe groot het nou is. Want dat kookeiland staat nu in principe goed. Hij staat nog best ruim van de keuken af. Dus nu kan ik het wel beoordelen. Ja, het zal echt, ik denk dat het maar 1,70 is hoor. Nou, nog niet eens. Maar dat 1,70 zo klein is, joh. Oh, dit is 1,70. Wacht. Niet mijn vloer beschadigen. Oh nee, het kan wel iets groter. Denk ik. Maar de balken die ik leuk vond zijn echt 2,85. Je wil er wel langs kunnen lopen. Even kijken. Nou, het kan echt wel groter dan ik dacht. Wat fijn. Jullie zien het nu niet meer. Ik zit nu op 2,20 en dan heb je 2,90. Dan heb je 70 centimeter lege ruimte. Dus als ik een bank van 2,20 neem, dan heb ik 70 centimeter, dus dit, van de bank tot het kookeiland.
om te lopen. Nou, ik denk dat dat best prima is. Dan kan je ineens een bank van 2,20. Dat verandert wel dingen. Ik moet zeggen, ik heb er alleen maar banken gezien die ik leuk vond van 2,85. Maar nou, ik denk dat dat wel, dat het echt leuker is om hem daar te houden. Oké, ik ga even vast beginnen met wat dozen opensnijden voor de kledingkast. Ja, ik vind dit veel leuker staan. Echt. Bank, ik moet zeggen, het komt natuurlijk wel ver. Eettafel gaat natuurlijk over de bank heen. Zo schuif ik hem gewoon aan. Stoelen. Oh, dan zit je met je stoelen wel echt wel tegen de bank aan. Ja, dat is het nadeel dat ik een dikke bank heb gekozen. Dus dat wordt nog wel spannend. Ja, misschien komt de bank dus niet hier, maar zo. Zit je heel dicht op de tv. Maar ja, het is wel knus. Het komt wel goed. Ik vind dit mooier. Wat vinden jullie? Ik heb dus nog helemaal geen bank op het oog. En dit kastje hoort hier niet. Tussendoor even wat leuks doen. Kleedjes uitpakken. Deze waren van de Primark. Chenille. Eigenlijk zit het altijd zo mooi verpakt. Eigenlijk is het echt zonde, want je gooit het allemaal weg. Ik heb ook een hele grote deken van de Zeeman. Ik dacht, die doe ik vast in mijn poef. Want dat scheelt weer ruimte. En uiteindelijk bewaar ik dekentjes ook altijd in mijn poef. Ik heb één hele lekkere dikke. En dan heb ik hier dus twee van die hele dunnetjes. Maar ze is ook wel heel lekker. Dus toch heel zacht. Lekker over je heen. Heerlijk, maar niet zo dik. Dus dat is ook lekker voor in de zomer als je toch lekker op de bank wilt zitten. Heel blij mee zeg. Ik heb ze gekocht toen ik dat kastje bij de TK Maxx kocht. Dus ik denk dat ze het nog wel hebben. Wel best duur, €14 per deken. Hele mooie kleur. Kijk hoe leuk. Echt prachtig zeg. Wauw. Sowieso heel veel mooie spulletjes. Qua decoratie en zo, maar het komt allemaal later. Oh, wow, het is bijna dezelfde kleur als die bak. En dan heb ik hier van de Zeeman vorige week gekocht. Echt een mega beige deken. Echt heel lekker. Heel blij mee. En dan deze twee. En dan zit hij al bijna vol. Kijk, heerlijk. Kikkererwten met feta, olijfolie en zout is oprecht zo lekker. Sjan is er, het is zo fijn om eindelijk niet meer in je... Al is het gewoon dat je samen kan nadenken. Maar ik merk al dat ik best een pro ben met deze kast. Is dat goed genoeg? Zo is het denk ik wel goed. Ja, kan niet dieper. Oké, okay, mag je niet zo doen. Kan niet dieper. Daarin. Ja, het ziet er wel leuk uit. Nou, dit kan echt niet in je eentje. Niet mogelijk. We zijn nu beland bij weer het moeilijkste gedeelte, het plafond erop zetten. Het is zo pittig. De rest is niet echt pittig hoor. Maar het plafond wel. Oké, laatste deel. Ik zal het even chillen. Ik ga er alle schroeven erin zetten. En dan eigenlijk kan ik het allemaal zelf. Alleen het neerzetten ervan, dat moet echt met z'n tweeën. Dus dat doen we in ieder geval samen. We willen allemaal dat het vandaag afkomt. Dus er staan er al drie. Alleen bij die laatste moet ik nog even de spijker eraf maken. Maar het komt morgen. Of overmorgen wel. Dus nu ga ik even alle schroeven en alles prepareren voor de laatste kast. En dan gaan we hem samen weer opbouwen. Even de vaatwasser aan. Ja, ik dacht ik doe ook weer de vaatwasser aan. Maar dat is eigenlijk niet slim. Close-up shot van de vaatwasser. Maar dat is niet goed, Jan, want dan staat hij super lang aan. Dicht, want ik ben er best wel moezig weer. Oké, niet doen dan. Nee. Oké. Okay. Ik maak een back-walking shot van je. Oh. Hi everyone, this is my home. Dit is echt house tour. Dit is mijn house tour. We're going to throw away all this garbage. It's all oud papier. I know it's it, old paper. We're going to throw it out outside. And I think I'm going to carry 5 of these and Shanna is going to carry them bags. And this is the result. This is new information to me. And this is the result we booked today. When you walk in, you think there nothing happened like in here, but we have 2 big closets and 2 small closets. And I only have to hammer all the spiders in. Snindolf. Die is ook echt heel. Je ziet echt ingezonden grijs. And now we're going home.
Oh, hi. Ik film maar. Hi, everybody. I'm going to bring Shanna home. Shanna was really helpful today. Mensen gaan zo cringe hierop dat iedereen gaat de-abonneren. Goedemorgen, jongens. Ik was om 6:10 of zo wakker. Toen dacht ik, oh, ik ga vroeg opstaan, ga ik even langs mijn huis. Toen dacht ik, nee, Charlotte, ga niet langs je huis. Waarom zou je dat doen? Je bent zo moe. En toen was ik eitjes aan het koken, toen dacht ik, oh, mijn kriptasje moet naar mijn huis. Dus ik moet sowieso naar mijn huis. Dus, ik ben in mijn huis. Vandaag kwam ik ook die stopcontact te brengen. En dat laatste dingetje verf. Dus iets wat niet goed was. En de deur, die hadden ze mat gemaakt in plaats van hoogglans. Ergens waar schade zat. Dat komen ze ook fixen. Mijn moeder had baby zelf gegeven. Babybillen zelf. Mijn moeder had wel die babybillen zelf gegeven. Die had ik de hele nacht erop gelaten. Dat droogt heel erg uit. Ze zei, eigenlijk moet je het niet de hele nacht erop laten. Dat heb ik wel gedaan. Leuk hè? Leuk spiegeltje. Xenos dus. Ah, het jeukt. De foundation draait naar beneden. Kriebel. Oh, ik haat het als mijn foundation daar komt te zitten. Nu zit ook van die poriën en dat vind ik zo vies hoor. Ik wil echt nooit te veel. Oh, ik ben zo moe. Oh mijn god. Het is niet normaal. Ergens denk ik, ik had echt gisteren gewoon lekker moeten werken, want... Het is gewoon lekker, maar ook eventjes wat anders doen dan je huis. En nu na mijn werk ga ik hier dus weer heen. Mijn moeder zei net, het hoeft niet allemaal zo snel af te zijn. Nou, ik weet het, maar... Ik heb er dus ook gewoon zin in, alleen merk gewoon aan het eind van de dag, ik zeg het de hele tijd, maar het is zo intensief en ik heb net tijgerbalsem op mijn rug gesmeerd omdat het zoveel pijn doet. Dus maar ja, ik doe het ook gewoon zelf, want ja, het heeft totaal geen haast. Ik mag zo lang bij mijn ouders blijven als ik wil. Ik doe het echt zelf en nu ga ik hier dus make-up op doen. Morgen ga ik het niet doen, gisteren en eergisteren had ik er ook geen make-up op. Maar het is heel erg. Ik weet het niet. Komt het door stress? Het is ineens een soort blaar op mijn lip. Daardoor zei mijn moeder van, doe dat spul erop. Ik vind het gewoon niet... Het spijt me als je het ook hebt. Maar zelf... Zeg maar, spijt me... Zeg maar, dit is mijn mening. Zeg maar, als jij het ook hebt en jij vindt het niet erg, dan is dat natuurlijk jouw mening. Maar mijn mening is dat ik het gewoon bij mezelf niet zo fris vind staan. Al die rode uitslag. Dus dan bedek ik het toch liever, terwijl ik totaal geen voorstander ben. Dat Lotte tijd het ook had. En zei ik ook, nee, je moet er niks op doen. Maar ik vind dan toch... Maar gisteren met Shanna boeide het me niet. Zondag had ik het niet. Zaterdag had ik dan wel weer wat. Ja, ik vind het dan toch... Voor de klas fijn om dan wel gewoon een beetje verzorgd eruit te zien. Kinderen zien ook wel alles trouwens, hè. Ik bedoel, ze kijken nu ook mijn vlogs. Dus dan weet het maakt me niet uit dat ik het heb. Maar ik vind gewoon zo'n dag werken. Ook als je dan naar de wc gaat en in de spiegel kijkt. Vind ik het gewoon lekker om hem dan te bedekken. Maar ik voel nu van... Eigenlijk moet ik het niet bedekken, maar goed. It is what it is. Het gaat er meer om waar het vandaan komt. Het lijkt me heel bruin. Het komt natuurlijk van binnenuit. Is niet goed. Dus vanochtend, de make-up is er niet. Oh, al mijn camera's zijn leeg. Ineens deed het fornuisding het niet om mijn ei te koken. Gewoon echt, oh. Maar ik wil eigenlijk 7:15 opstaan en ik ging dus om... 9:55 al echt slapen. Daarvoor heb ik het zitten editen in bed. Ik lag om 8:30 al in bed, lekker gewerkt. Dus ik heb gewoon precies acht uur slaap gehad. Dus dat doe ik wel echt goed. Alleen het is gewoon heel erg vermoeiend. Het is heel vermoeiend. Ik had te denken, heb ik nog gisteren laten zien hoe die kasten zijn geworden. Maar ja, want we gingen dat Engels filmen doen. Zo. Ik vind het wel een fijn huis. Ik vind het leuk om hier te zijn, merk ik. Het is nu 37, dus ik ga over 5 minuutjes ongeveer weg. Dan rijd ik hier 7:45 ben ik 10 voor op school. Dat is prima. En we hebben dus campingmodel. Dat is dat de kinderen dus kunnen kiezen wat ze doen de eerste 3 kwartier. Kiezen op het bord en wij maken de selectie. En de ouders kwamen altijd op woensdag of donderdag kijken. En vanaf deze week op dinsdag. En daar kunnen ze zich voor inschrijven. Een ouder had zich ingeschreven. Maar soms komen er wel meer. Dus dan kunnen de ouders meekijken. Dat vind ik altijd wel leuk voor de kinderen. Zelf vind ik het ook wel leuk. Ja, nou verder heb ik denk niet zoveel te melden. Ik dacht ik ga aan die schilders vragen van... Willen jullie beschadigingetjes weer bijwerken als je toch bezig bent? Maar ik heb iets van ja, ik kan het denk ik ook makkelijk zelf doen toe. Ik wil er ook een beetje van af zijn. Al dat gevraag, ook die schade op de vloer. Ja, ik heb het idee van... Dat de vloer misschien nog niet 100% hard was, of ik weet het niet. Ik vind die schade in de gang heel erg, maar
Het is maar gewoon loslaten. En als je uiteindelijk een keer denkt, ik heb geld om het op te vullen, maar ik moet zeggen, ik vind 350 euro om een gat op te vullen. De eerste dag dat je in je huis gaat, wat er dan al zit, dan denk ik, ja, dag. Dus er zit een mega erg schade op de gang, maar ik vind dat het dan niet waard. Ik stel, je krijgt schade over de jaren heen, oké, maar dat vind ik niet echt chill. Maar het is nu best leuk. Ik wil zeggen dat mijn haarkwaliteit heel erg achteruit gaat. Doordat ik nu dus hitte gebruik, elke keer. En ik gebruik geen Olaplex meer, dus ik dacht misschien moet ik wel weer. Want ik had eigenlijk, voordat ik die Babyliss Curl Secret ging gebruiken en mijn haren ging krullen, nou zo lang geleden is dat ook weer niet, had ik dus, kon ik dus met nat haar gewoon de deur uit. En dan droogde het gewoon prima op. Even borstelen en het was gewoon in het gareel. Maar, behalve die Curl Secret ben ik ook gestopt met Olaplex. Omdat ik dus dacht dat mijn haar daardoor zo plat werd. Maar misschien was dat door de Dyson. En nu, dit is dus niet hoe mijn haar er natuurlijk uitziet. Dit is 1000 keer gefeund, hè? En dan is het nog niet eens heel plat. Echt de hele tijd. Vanochtend ook weer eroverheen. Mijn haar is nu van zichzelf zo ontploft. Dus dat vind ik wel zorgelijk. Dus ik moet eigenlijk proberen. Weet je, ik heb autisme, want het is mijn haar. En het komt wel weer goed. Ik ben veel te lang aan het kletsen. Als ik dit moet editen, denk ik waarom. Maar ik weet dat jullie het wel leuk vinden. Terwijl ik denk nu steeds, soms knip ik wat kletstukjes eruit. Want ik denk, ja, ik zit al op 1 uur en 10 minuten met verhuisbeelden en zo. En ik wil niet te erg afwijden daarvan. En je verbeelden. Oh, mijn wimpers doen het vandaag wel goed. Vaak als ik moe ben, doen ze het niet. Oh, ik moet mijn koffie nog drinken. Ik denk dat ik misschien ook, ik heb vorige week dus 2 keer gesport in plaats van 3. De week ervoor had ik voor het eerst sinds ik hier woon 3 keer gesport. En ik wou dus morgen gaan sporten, maar ik denk dat ik mezelf gewoon misschien eventjes echt die rust gun. Aan de andere kant is het ook weer zonde, want ja, ik voel wel al mijn spieren, maar het is natuurlijk niet dat ik krachttraining doe. Dus ik vind het ook weer zonde om het niet te doen. Misschien woensdag. Nee, ik denk dat ik misschien dan wel het gewoon bij 2 keer even hou, wat ik nu ook doe. Wat ik eigenlijk nu elke keer heb gedaan op 1 week na. Ik kijk morgen even hoe ik wakker word. Als ik echt zoveel last heb, dan maak je het ook niet per se beter met sporten. Misschien ga ik wel donderdag, vrijdag. Want dat zijn de enige dagen deze week dat ik geen plannen heb met iemand. Dat vind ik dan chill. Maar ja, woensdag komt Linda ook pas wat later helpen. Nou, ik weet het niet. Ik ga nu stoppen met vloggen, want dit is uber saai. En bye bye. Maar ja, ik moet wel zeggen dat ik dus wel, als ik hier zo zit, helemaal zin heb om met hier binnenkort lekker naar mijn werk te gaan en zo hier te wonen. Ik vind het ook een hele fijne plek voor de eettafel, merk ik. Ik vind het echt beter. Dat andere, die andere kant van de woonkamer is echt een goede plek voor de bank en de tv. En dit is echt een fijne plek. Je voelt dat soms toch gewoon, waar je, oh, waar je wil zitten. Klont. Nu mag ik al stoppen. Oké. Okay. Bye jongens. Daar ben ik weer. Het is 5 uur, kwart over 5. We hadden, ja, ik heb helemaal niet gevlogd in de klas, maar ik heb eigenlijk alles gewoon klaargemaakt. En toen hadden we een bordsessie, zoals dat heet. En iemand zei, juf, dat is een beetje gezicht. Zo ja. Stressuitslag. Maar ik ben dus nu eigenlijk niet echt moe. Het is heel grappig. Ik weet niet, ik ben gewoon moe van het hele geheel, maar niet van vandaag. Dus dat is fijn. En ik dacht, ik kan die achterkant erop gaan spijkeren. Maar ik kan ook gewoon lekker vast gaan beginnen met mijn servieskast. Mijn vader is laat thuis, mijn moeder kookt. Als papa kookt is het altijd van fijn als we allemaal tegelijk thuis zijn. Hij kookt meestal wat specialer. Mama kookt gewoon wat simpeler. Dus zei, ah joh, al kom je later. Maakt het allemaal uit. Dus ja, dan kan ik nu gewoon nog eventjes lekker knallen. Ik heb wel zin in. Oeh, schoenen uit. Ik was trouwens wel best moe, dus ik was tijdens het gym, wou ik even een wandelingetje maken. En toen ben ik gewoon even naar mijn ouders huis gelopen, want dat is nog geen 5 minuten. Even met mama daar gezeten, even gepraat over de dag. En ben naar school gegaan, was echt heerlijk. En ik denk dat ik misschien gewoon nu vast even mijn servieskast ga doen. Want dat is oprecht ook heel handig als die staat, qua spullen indelen en zo. En die kan ik in mijn eentje, want die heb ik in Zoetermeer ook in mijn eentje gedaan. Ik heb dat ding al 10 keer verplaatst, omdat ik geen plek kan vinden. Ik heb alleen de onderkant gebouwd, maar die is al heel zwaar om te tillen. Dus ik dacht, ik ga nu kiezen waar die komt, maar alles is lelijk. Hij is heel donker eigenlijk en heel groot. People want me! Maar ik heb een servieskast nodig, dus moet.
vind dit gewoon heel belangrijk dat dit lekker alleen maar bezit in kort. Ik denk als hij eenmaal hoog staat dat het wel prima is. En dat ik hem nu gewoon daar laat staan. En heel zijn nog, misschien kan je wel regelen dat je je verwarming via een app kan doen. Aangezien het toch heel lelijk scheef zit. Dan kan je je vieskast daarvoor zetten. Ja, ik vind ineens heel veel kleuren ook. Dit wordt natuurlijk wit en niet blauw. Ik heb dan natuurlijk groen en dan heb ik ineens ook blauw erbij. Het wordt ineens wel heel veel kleuren. En dit had ik expres een beetje als een andere kleur gekozen. Het komt wel goed. Maar ik denk, ja, als ik het nu zie, denk ik, jeetje, wat lelijk. Maar ik denk als hij hoog is, dat het daar wel goed is. En ook een logische plek. Dus ik ga gewoon door. Ook al ben ik moe. Komt er zo'n moment dat ik iets in mijn eentje ga doen wat je niet alleen hoort te doen? Ik weet niet of het gaat lukken, hoor. Het is wel heel zwaar, dit. Ja. Zie je? Kan je gewoon in je eentje. Dit was mijn doel, dat dit zou staan. Dan had ik even kan zien hoe het staat. Maar ik ga nu natuurlijk ook het afmaken. Nou, misschien gaat de deuren niet doen, want ik ben echt heel moe. Maar wel de andere dingen. Ik wil de indeling een beetje hetzelfde, dus ik ben even aan het meten. Dat hier dus wijn en drank past. Hier wijnglazen en daarboven cocktailglazen. Ik hoop dat het uitkomt, maar ik ben die plankjes nu al op de juiste maat aan het zetten, zeg maar. Kijk, dit past. Ik zou het misschien mooier vinden als deze nog eentje hoger is, want die cocktailglazen zijn niet zo hoog, denk ik. Dan moet ik even goed kijken wat voor glazen ik ook om. Want dit is ook cocktail. Die is wel weer hoog. Ik ga het nog niet indelen, want ik wil eerst zeker weten dat dit de eindbestemming van de kast wordt. Maar hij kan denk ik nog wel eentje hoger. Ja, vind ik toch mooier dat daar nog wat meer ruimte zit, ja. Oeh, ik ben trots op mezelf wel. Ja, ik moet het dan afmaken. Het is 8:45 en ik ben klaar. Hoe laat begon ik nou? 5:00? Ik heb niet gestopt tussendoor. Ik heb misschien geplast. Waar is het af, jongens? Ik denk dat het wel mooi wordt. Het lijkt nu wel heftig, maar ik denk dat dit wel echt zo'n leuke keukenhoek dan wordt. Die deur moet natuurlijk ook even dicht. Ik weet niet. Kijk, dit ding is echt heel lelijk. Dus ik hoop dat hij daarvoor kan. Dat zou top zijn. Net daarvoor en dan net dit vrij. Het is wel echt even een groot meubel, maar ik denk dat ik het wel leuk ga vinden. Dit wordt dan echt een leuke hoek. Leuke eet- en kookhoek. En dan komt de barkruk gewoon hier. Of ik schuif het blok nog een stukje deze kant op en de barkruk komt daar. Daar moet ik nog even naar kijken. En de deuren heb ik al een beetje afgesteld, maar ik zie deze rechterdeur moet net een tikje omhoog. Maar, oh ja, dat moet nog wat dichter naar elkaar toe. Maar ik wou de deuren niet doen, ik heb het wel gedaan, ik ken mezelf. Maar ja, het is groot, maar het wordt leuk. Want verder komt er bij deze muur echt helemaal niets, weet je. Er komt hier alleen een tv. Dus op die manier wordt denk ik dit wel echt een leuke keukenhoek, zithoek. Ja, het is nou eenmaal een klein huis. Ik ben nog niet 100% overtuigd over de plek, maar ik denk dat het de beste plek is. Want daar vind ik gewoon zonde, de ramen moeten open kunnen. En ja, hier vond ik het echt niet mooi. Dit wordt dan een heel leuk eettafelhoek. We zien het wel, ik ga hem in ieder geval nog niet inrichten. Want dat vind ik en veel te leuk, dus ik ga eerst alle stomme dingen doen. En ja, dat wil ik gewoon pas doen als ik het 100% zeker weet. Dus, oké, time to go home, 8:30. Avondeten. Ik had al willen uitslapen, maar het kon niet. Omdat het om 9:00 in mijn huis zijn en ik ga allemaal karton weggooien nu. Zo, hallo, een paar uur verder. Barry van de Sucadoors Club. Door hun heb ik dus mijn stukwerk en mijn muren laten doen. Die heeft net die hele tas gebracht. Wel super fijn. Want alles was dus weggegooid per ongeluk. Hij heeft echt alles helemaal nieuw gehaald. We zijn misschien is het zelfs te veel, want ik wilde zeker weten dat het goed was. Ook allemaal van dit soort nieuwe dingetjes erbij. Want blijkbaar kon hij het niet zonder dat kopen. Maar die heb ik er nu al allemaal opgezet. Dus nou ja, wel super goede service. En hij heeft me even geholpen om mijn twee kleine kledingkastdelen te tillen. En hij gaf nog een tip over het schroeven en zo. Super aardig. Heel fijn. Dus ik ga zo even de factuur betalen van de verf. En dan is dat allemaal gefixt. Ja, super. Deze kleur nogmaals is dus Mild Plum van Flexa. En deze kleur is Saint-Tropez van Vesting. Dus ik ga denk ik vast even een paar stopcontactjes proberen. Het is wel lekker dat deze weer lekker schone filters hebben. Dat is dan weer een voordeel. Oh, nog een beetje losjes. First time dat ik dit doe. Oké, haasten.
moest even wachten tot die plint bezorgd werd voor mijn keuken. En toen had ik een uurtje tot mijn vriendin komt. Maar ik wilde heel even snel een cadeautje voor haar halen. Maar ik kon de hele tijd niets vinden. En ik dacht, dan haal ik maar een bos bloemen. Deze is wel mooi. Dus ik heb een bos bloemen en ik moest even klemmen halen voor onder andere mijn kledingkast. Weet je, dat is dan vastklemmen en dan de kasten aan elkaar kan boren, maar dus ook voor de keuken. Zodat je dat dus ook kan vastklemmen en dan kan boren. Dus ik heb er 4, ze kosten maar een euro bij de Action. En nog een cadeautje voor mijn vriendin. En dan ik heb nog een kaartje die ik moest schrijven, maar ik had geen pen. Dus ik zei tegen haar, ik ben over een kwartier thuis, maar ik ben over 10 minuten thuis. Dan heb ik nog 5 minuten om die kaart te schrijven. Ik ben blij dat ik heel even eruit ben gegaan, want ik stortte helemaal in. Heb ik überhaupt iets gevlogd? Volgens mij niet. Ja, ik was gewoon... Gisteren ben ik zo lang doorgegaan dat ik vandaag eigenlijk heel moe ben. Want als zij weggaat, ga ik denk ik ook lekker weg vanavond om 6 uur en niet meer door. Ja. Vandaag niet zoveel gedaan. Dat is eigenlijk dan weer zonde. Maar goed, gisteren zat ik lekker in de vibe en nu niet. Maar ik denk als mijn vriendin zo komt, dat zij zelf het wel goed in inzichtelijke dingen. Dus hopelijk snapt zij een beetje hoe die laatste dingen van die keuken moeten. Kunnen we dat eventjes doen? We hebben 3 uurtjes. Ja, 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 ja. Mooie presentatie zo. Ik heb geen tafel. Zo. We zijn aan het zagen. Ik vond jouw commentaar net gewoon grappig. Ja. Ja, kom op. Het gaat ook perfect op gelijk. Ik ben best blij. Oh, we zijn er al. Echt? Ja. Maar het is niet scheef, het was goed. Normaal zou het nog wel knakken, maar dat wordt lelijk. Ik ben wel heet door de inspanning. Ja. Dat is een houtzaag. Ik rijd nu naar huis. Papa zei 6:30 eten. En Lin moest eigenlijk 6 uur weg. Nou, ging net weg, 6:50. En nu ben ik ook perfect op tijd voor het eten. Het was zo gezellig. Ik ben zo blij dat we elkaar weer zien. En het is gewoon helemaal als van ouds. Dat is wel echt. Mocht je vrienden naast het oog verliezen op een gegeven moment. En wil je het allebei weer oppakken. Al is het na 5 jaar. Of is het, nee, bij ons was het 4 jaar. Dan kan dat gewoon, weet je wel. Als je dat allebei wil. We waren er wel voorzichtig in van. We kijken gewoon eventjes hoe het loopt. En we willen niet meer op hetzelfde level als dat we waren. Maar ja, ik denk dat we allebei merkten. Na de eerste keer afspreken. Van we willen echt wel nog een keer weer afspreken. En die tweede keer was het zo gezellig. En ja, dat was vorige week. En nu hebben we elkaar nu weer gezien. En ik heb meteen iets van, nou, het is echt nu weer als van oud. We zijn alleen allebei ouder geworden. Dus het is denk ik beter dan dat het vroeger was. Zo leuk. Echt heel blij mee. Ik ben er ook natuurlijk, ik ben echt oprecht ouder geworden. En ik waardeer meer dingen in mensen. Ik heb heel veel geleerd, merk ik. Zelfs de afgelopen maanden nog. Dus zelfs dat ik nu bijvoorbeeld terugdenk aan mijn relatie met Heel. En me nog meer besef wat ik aan hem waardeer. Maar dus al helemaal dat ik nu dus besef wat ik dus waardeer aan onze vriendschap toen. En hoeveel dat eigenlijk waard is. Wat ik toen niet zozeer heel erg waardeerde. Ook omdat ik zelf sterker in mijn schoenen sta. En anders in het leven sta. Passen bepaalde mensen die toen wat minder bij je pasten. Nu misschien ook weer wat beter bij je. Dus het is zo leuk, want ik heb niet zoveel vriendinnen. En ik hou mensen vaak wel op afstand, omdat ik ook niet te veel vrienden wil hebben. Maar in dit soort fases in je leven merk je toch wel wie je vrienden zijn. En dat het dus, op dit soort momenten is het eigenlijk wel fijn om meer vrienden te hebben. Maar op de normale momenten vind ik het niet nodig om zoveel mensen om je heen te hebben. Maar op dit soort momenten voel je dan gewoon van, ja, zo'n vriendin als zij is zo waardevol eigenlijk. Op elk vlak, maar dus ook dat je elkaar pas net weer spreekt en dat ze dan toch weer op een dag dat ze eigenlijk plannen had en zo toch weer komt helpen en hoe gezellig het dan ook is.
zo ontzettend gezellig. In ieder geval, we hebben de plinten van de keuken gedaan. En het is ook gewoon hilarisch. Weet je, op een gegeven moment ging ik met een tomatenmesje snijden. Dat bleek weer veel beter te werken dan die zaag. En we hebben de balken erop gedaan waar uiteindelijk de bedekkingspanelen van de keuken opkomen. We probeerden ook één bedekkingspaneel, maar de schroefjes waren te kort. Dus het viel er weer af. Dat was ook allemaal... Het is ook echt lachen. Het is echt leuk. Als je met z'n tweeën doet en het gaat mis, is het gewoon leuk en gezellig. Dus ja, nu heb ik hierna weer 2 dagen in mijn eentje. Vind ik ook prima. Dan doe ik gewoon weer de wat makkelijkere taken. En dan in het weekend komt zaterdag en zondag heel helpen. Dus nou ja, perfecte week zo. Even iets snijden. Zo. Weet je dat mijn moeder zo'n ding heeft? Ik denk ineens... Ik ga dit pakken, kijk wat een verschil. Kijk hoeveel ik in één keer mee kan nemen. Heerlijk. En nul intensiviteit voor je rug. Hallo mensen van het vlogleven. Ik ben lekker bezig. Ik heb niet echt wat gefilmd, maar ik ben wel lekker bezig. En nu ga ik eventjes... Soms heb ik geen zin om alles te filmen, maar ik denk dat jullie dat wel begrijpen. Ik heb voor het eerst een boor gepakt uit mijn eigen kit. Gemeten welke maat ik moest hebben met de schroef. Maat 5, houtboor. En dan ga ik dus met die klem even de kasten aan elkaar boren. Spannend! Volgens mij was het het 5e gat. Ik ga het gewoon proberen. Ik kan er ook niet misgaan. Maar ik moet wel recht boren. Oh, als ik schuin ga. Dat kan natuurlijk ook gebeuren. Oh, hij staat natuurlijk niet op borst dan nu. Wel. Ja, wel. Komt aan de andere kant weer uit. Wow. Wow. Dit is gelukt hoor. Zijkant. Boven en onder. En achter zetten ze natuurlijk aan de muur vast. Maar ik zou hem ook achter nog doen, denk ik. Ik doe het wel eerst even zo. Nou, dit is wel een leuke taak die ik kan doen. Kijk, plankjes in de kast zetten vind ik echt leuk. En dit vond ik een taak die niet per se leuk is, maar waarvan ik wel vind dat ik het zelf moet doen. Ik had hiervoor ook haak kunnen inschakelen, maar dat kan ik gewoon zo. Ik ben een schoenenrek aan het monteren, jongens. En meisjes, ik probeer niet te veel te filmen van de IKEA dingen monteren, want ik denk dat dat niet heel interessant is. Maar veel verschillende beelden vinden jullie volgens mij wel leuk. Nou, het is zeker niet moeilijk, maar het is wel lastig dan ik dacht. Ik dacht eigenlijk dat je gewoon zo rek kant-en-klaar kocht en het er zo even inzet. Maar dat is het niet, maar het is zeker niet lastig. Maar ik ben er wel zo misschien wel een half uur mee bezig. Ik vind het wel tof. Ze hebben dus best wel veel schoenenrekken bij IKEA. Meestal vind ik het niet zo handig. En veel van jullie zeiden ook van je kan zo'n dun schoenenkastje op je gang zetten, weet je wel. Zo'n hele dunne die je uitklapt. Toen dacht ik, nou, ik vind dit wel cool. En ook dit is dus grijs, terwijl ik grijs niet mooi vind. Maar op zich vind ik het wel... Nou, gaat deze schroep erin zitten. Op zich vind ik het wel chic. Ik ben heel benieuwd naar die hoogglanzen deur, want ik doe het eigenlijk niet van hoogglanzen. Oké, alleen de bovenste rij nog. Ik vroeg me dus ineens af van... Hoe zou zijn om te daten met iemand die een IKEA-handleidingsschrijver is? Dat is toch hilarisch? Als je die IKEA-handleidingen schrijft, dat is toch grappig? Dan ben je denk ik wel slim. Heb je in ieder geval heel goed ruimtelijk inzicht. Hilarisch. En wat voor functie staat het zeg maar gewoon? Zou er gewoon een vacature voor zijn? Van, we zoeken iemand die handleidingen schrijft voor de IKEA. Hoe werkt dat? Weet een van jullie dat? En? Zou diegene zelf ook allemaal IKEA-meubels hebben? Of zou die juist dat niet doen? Dat is wel handig, want je weet al heel goed hoe alles moet. Omdat je die handleidingen zo hebt. Wat ik me ook afvroeg, zouden die handleidingen door heel veel mensen gecontroleerd worden? Omdat het zo goed is, eigenlijk die handleidingen. Er zitten bijna nooit foutjes in, of nooit. Soms denk je wel, dit had iets duidelijker gekund, maar iedereen snapt het op aarde. Dus het moet heel veel gecheckt worden, want... Zodat ze zeker weten dat elk soort wezen het snapt. Dus misschien laten ze het ook wel checken door mensen die helemaal geen goed ruimtelijk inzicht hebben. Om te kijken van, oké, als jullie het ook snappen, dan is de handleiding goedgekeurd. Dat vroeg ik
doen ze net af. Er is vast iemand die het weet. Tussen mijn volgers. Jeetje, wat een werk. Die achterste schroeven. Wat is het? Deze schroeven gingen er niet in. Omdat het lipje hieronder helemaal scheef zat. Dus die heb ik helemaal gehamerd en zo. Van een foutje. Was dat? Oeh, maar het zit. Hoe laat is het? Hoe laat al? Hi! Ik ben even naar het zonnebankje geweest. Dat is alweer lang geleden. Ik denk een maand. En ik heb wat boodschappen gedaan. Want Ha, die komt me dus het hele weekend helpen. Hij komt zaterdag en dan gaat hij eind van de middag weg. Want hij heeft een verjaardag van zijn zus. En ik ga niet mee, omdat ik gewoon, ja, we vinden gewoon allebei, ja, we zijn uit elkaar. Dus we moeten niet dat soort dingen samen blijven doen. En dan komt hij dus daarna terug. Maar we hadden ook iets van, ja, samen slapen bij mijn ouders. Misschien ook niet heel handig. Dus hij gaat dan, ook omdat hij gewoon heel laat thuis komt hoor, waarschijnlijk. Dan gaat hij dus slapen. Oh, haring zie ik, lekker. Maar papa heeft pasta best wel gemaakt, dus ik ga geen haring halen. Dan gaat hij dus in mijn huis slapen. Op een luchtbeetje. Dat klinkt nu heel zielig, maar dat vindt hij helemaal leuk en helemaal oké. En dan doen we even dekens voor de ramen als gordijn. Dat vindt hij, hij vindt het wel leuk. En dan kan hij me de dag erna weer helpen. Mijn ouders zeiden gewoon, hij kan ook gewoon bij ons thuis slapen. Maar hij vond het wel leuk dat hij dan gewoon lekker daar slaapt. Dus ik heb even wat lekkere dingetjes gehaald. Want de vorige keer dat iemand kwam, dat hij volgens mij kwam klussen, had ik niet echt eten in huis. Dus ik heb even wat broodjes. En wat beleg. Niet te veel, gewoon dingen die hij lekker vindt. En voor het ontbijt. Zodat hij zondagochtend als hij wakker wordt een douche even leegmaakt. Dat hij lekker kan douchen. Er staat douchegel. Ik heb handdoeken. En dan... ik heb alleen natuurlijk geen wasmachine nog. Maar ja, die komt binnenkort ook wel. Ik weet niet wat voor wasmachine. Dat is waarom ik het nog niet heb. Maar even ontbijt. Dus ik drop dat ontbijt eventjes in de koelkast. Bij mijn huis. En het liefst ga ik dan weer door. Maar... dat kan niet, dat we moeten 6:30 eten. En dan ga ik naar mijn ouders. En ik vond het wel heel lekker. Ik lag gisteren om 8:00. Zo brutaal, gek. Ik lag gisteren om 8:00 dus in bed. Toen heb ik eventjes lekker op mijn laptop op tv gekeken. En mijn vlog gefixt. Ik heb nog helemaal niet de comments gelezen vandaag. Of gekeken hoe de video loopt, maar... zo chill. Dus eigenlijk wil ik dat vanavond weer doen. Want gisteren toen we hadden gegeten, het was zo lekker wat mijn vader had gemaakt. Echt geweldig. Toen dacht ik daarna, nu wil ik weer naar huis om te klussen. Het rare is, dan heb ik zin en dan kom ik daar in de ochtend aan. Dan heb ik helemaal nergens zin en dan in de middag kom ik pas een beetje in de vibe. Ik weet niet. Wow, wat doet deze fietser ziek gevaarlijk. Zo, de juw, midden op de weg gaan staan. Mijn uitslag is iets minder, doordat ik dus wel goed heb geslapen. Meestal wordt het door de zonnebank ook minder, maar dat denk ik nu niet. Maar ja, oké, dat was mijn verhaal. Good morning. Het is 9:30. Ik heb weer lekker 9 uurtjes geslapen. Gedoucht. Nog niet ontbeten, dat doe ik steeds in mijn huis. Ik heb nu dus eigenlijk ontbijt alleen maar in mijn huis liggen. Maar is eigenlijk niet handig. Ik heb nu dus ontbijt alleen maar in mijn huis liggen, maar is eigenlijk niet zo handig. Als ik dan dus nu... het liefst ga ik nu meteen sporten, maar ik moet eerst even wat eten. Maar ja, ik kan natuurlijk ook gewoon... maar mijn moeder heeft al voor brood in de vriezer. Mijn vader heeft een soort van wit brood dat ik niet wil. Dus ik moet even zorgen dat ik eigenlijk ook hier weer eten heb liggen. Het regent vandaag. Ik heb net in de regen mijn auto weer volgeladen. En dan kan ik weer lekker met die bouldercar, of hoe noem je dat? Doosjes naar bij huis rijden. Vandaag wordt er heel veel bezorgd. Oeh. Er wordt vandaag echt heel veel bezorgd. Ik heb gisteren ook een wasmachine en een droger besteld. Ik dacht, ja, ik ben nu klaar met zoeken. Want, ik heb ook voor een nieuwe shampoo besteld. Die mijn kapper had aangeraden. Die wilde ik dan pas bestellen als mijn shampoo op was. Maar ik heb nu al geen fijne shampoo meer. En die komt weer bij mijn ouders huis. Maar ik heb... wastafelpootjes, handgrepen voor de keuken die waarschijnlijk niet goed zijn, maar ik wou gewoon kijken of het mooi is, goud. Mijn achterklep zit niet goed dicht, volgens mij. Een epilady, want dat heb ik al heel lang nodig. Ik dacht, die bestel ik ook maar. Mijn keukenplat komt. Dan dus de droger en de wasmachine. Op zich wel, ik was €1400 kwijt voor twee, dus niet het allerduurste, want je hebt soms ook een droger voor €1400. Maar ook zeker niet de goedkoopste. Ja, de laatste keer dat ik een wasmachine kocht was toen ik net in Muiden ging wonen.
Dus ze zijn echt wel veel moderner geworden. Dus ik dacht, ik koop wel gewoon goede. Een tussenstuk, dat je kan ze gewoon op elkaar zetten. Maar je hebt ook een soort tussenstuk waardoor het steviger op elkaar staat. En dat er ook nog een blad is die je eruit kan trekken. We moeten er nog een ei af voor kopen. Maar ik vond €20 bij Coolblue echt veel te duur. Ik dacht, het kan vast goedkoper. En dat was het al trouwens. Het valt nog mee. Maar die wasmachine is droog geworden. Helaas was helemaal aan het einde van de dag bezorgd. Het is echt geen lekker weer. Ik dacht toch vandaag van, oh, dan ga ik vandaag misschien nog eventjes naar de stad of zo. Even op en neer iets anders doen. Het is nu natuurlijk. Hierna 2 dagen klussen, 2 dagen werken. Dus dan zit ik 4 dagen, kan ik dat niet doen. Dus als ik het wil, kan ik nog vandaag. Gelukkig heb ik niet heel veel moeite met regen. Het is miezer. Maar het is wel een hele gouden dag. Nou, ik hoop dat al mijn dozen in 1 keer in de holdercar passen. Mijn moeder had die car gekocht voor als er hier een strandje komt in Weesbesluis. Dat ze dan met papa met een boldercar naar het strandje kan lopen. Echt cute. Dus we moeten er wel echt heel voorzichtig mee zijn. Jongens, mijn blad is er. Oh my god. Ik weet niet hoe laat het bezorgd zou worden. Het werd meteen echt na 10 minuten nadat ik er was bezorgd. Ik heb even een bolletje. Ik hou niet zo van bolletjes, maar ik vind het handig tijdens verhuizing met deze vega. Spannend, hè? Ja, dat het wel slim is dat ik hierna even dit uitruim, maar meteen naar de sportschool ga. Want mij komt het eerste pakketje pas weer vanaf 1 uur. Dus nu kan ik weg. Heel chill dat dit zo goed bezorgd is. Alleen ik wist het niet. Dus voor zelfs geld was ik er niet. Maar ja, het is goed gekomen. Gaaf blad hoor. Ik zou even het raam dicht doen. En dit blad komt dus ook hier achter. En als ik het zo zie, want ik vond het natuurlijk heel spannend of het mooi zou zijn, gaat het wel echt mooi zijn. Omdat het natuurlijk zo anders is dan de keuken die er al staat. Very spannend. Echt spannend. Wow, het is ook echt heel mooi dik. Ik zei tegen mijn vriendin van, het gaat echt een dun blad zijn, maar het is net zo dik als dit blad. Wow. Had ik ook kunnen weten hoor. Wat gaaf. We hadden dit ook eigenlijk namelijk iets hoger gezet op pootjes. Zodat het even hoger zou zijn of hoger. Ik hou heel erg van een hoog blad. En nu is hij echt heel mooi hoog. Maar misschien kan ik hem altijd nog die pins even eraf halen. En hem nog even lager zetten. Wat spannend. Wat leuk. Ah. Jongens. Dit is toch heel spannend. Kunnen jullie eigenlijk iets zien al? Oh my god. Dit is zo spannend. Ik kan hem gewoon ook laten liggen natuurlijk. Als is hij niet vast. Ik ben excited. Een van de leukste dingen van mijn huis. Ik denk dat jullie hier ook wel heel erg naar uitkijken naar deze. Ik bedoel, dit is toch wel heel cool. Een zelfgemaakt kookeilandje. Doe even vast een duimpje omhoog als je aan het kijken bent. En reageer even, jongens. Ah! Ja, mijn keukeneiland moet denk ik wel iets vandaag. Oh, wat vind ik dit leuk. Dit is echt een blad voor mij. Dit is helemaal mij. Dit is echt een topkeuze. Ik heb ook helemaal niet getwijfeld, hè. Ik zag dit blad en dacht ik, deze moet ik hebben. Natuurlijk had ik het liefst echt steen gehad, maar dat is gewoon veel te duur. Wow, en dan komt hij dus. Nu kan ik ook eindelijk gaan zien hoe het komt. Hij heeft een beetje overdap, dus dat die lade wat uitstaken wordt waarschijnlijk. Want het blad steekt ook een beetje uit. Komt hij dus. Zo. Niet dat ik heel veel zin heb in babbelhap meer, maar waarschijnlijk ooit wel weer. Wat gaaf! Meteen foto's sturen naar iedereen. Ik zal het eerst even aan jullie laten zien. Hier komen dus die panelen natuurlijk nog tegenaan. Kijk hoe mooi! Ah, wat mooi. Kijk nou. Het is best een heftig blad, hè? Heel cool. En dat komt dan ook hier, dat vind ik echt heel spannend. Het is echt, oh my god. Ik vind het heel cool. Ja, je kan nog steeds niet zien hoe het wordt. Is hij nou zoveel hoger? Nee, hij is helemaal niet zoveel hoger dan het andere blad. Misschien is het wel goed. Leuk, hè? Dit had ik ook neergezet. Dit is een bijzettafeltje van Zuiver. Tadaa! Jammer dat ik niet verder kan uitzoomen met deze lens. Het is klaar. Helemaal klaar. Zo te zien zouden er nog wel extra planken bij kunnen. Als ik het zo zie, er zouden... Hier zou waarschijnlijk, want heel veel kleding is niet zo lang, zouden er nog planken kunnen. Daar zou eventueel nog een plank ertussen kunnen, dat je meer laagjes hebt voor schoenen.
Deze had ik bewaard voor, zeg maar, echt lange dingen. Maar het is super lang, joh. Dus er kunnen nogal planken bij. Geweldig. En eronder vrije grote ruimte gehouden. Maar ik denk, ja, dan kan je daar gewoon wel dingen stallen. Behalve schoenen. Jeetje, wat groot, hè? Het lijkt wel inbouw. Geweldig. Kijk hoe geweldig, joh. En je ziet niet eens dat hier nog ruimte zit. Want hier kan bijvoorbeeld een wasrek of zo staan. Maar je ziet het niet. Dat vind ik echt fantastisch. Daar kan je zo makkelijk iets wegmoffelen. En als je binnenkomt, zie je het gewoon niet. Vooral als er nog witte deuren op zitten straks. Ik vind het grijs eigenlijk heel mooi. Dus ik haat grijs. Kijk, hier zie je natuurlijk dat het geen inbouwkast is. In de hoogte. Maar ja, ik hou niet van grijs. Maar ik vind het eigenlijk een hele mooie kleur grijs. Gewoon precies dezelfde kleur als mijn voordeur. Wat ik alleen wel jammer vind, dat ik zie dat ik hier een spijker ben vergeten. En die ga je er nooit meer op kunnen zetten. Maar goed, dat ga je straks niet meer zien. Heel mooi. Kijk, mijn deur is gewoon hetzelfde. Tijd voor het volgende project. Ik heb het al uit de doos gehaald. Namelijk mijn ladekast met 3 lades die hier komt. En ik ben heel blij, want dit is een limited edition. In een soort groen, ja, grijs-groene kleur. Prachtige kleur. En ik twijfelde er nog over, maar ik ben heel blij dat ik het heb gekozen. Het heeft ook nog eens beige rails en beige achterwand, beige planken. Echt prachtig. Dus deze ga ik nu in elkaar zetten. En hier ziet het er helemaal top uit. Ik ben echt blij. Mooi kastje, hoor. Nog steeds snap ik eigenlijk niet waarom ze niet gewoon harde achterwanden doen. Net als bij lades. Gewoon een stevige wand die je erin schuift en klaar. Zou dat alleen zijn omdat dit goedkoper is? Of zou het nog een andere functie hebben? Nog 2 te gaan. Ja, deze zijn echt meer werk. We zijn er bijna. Net al op nachtkastjes. Maar ik denk dat dat vandaag niet meer gaat lukken. Oké, deze zit ook in elkaar. Alleen eentje gaat een beetje stroef. Ik kom er niet achter wat het is. Het ligt aan de la. Want ik heb hem ook in de onderste gedaan. Daar is het ook. Deze gaat wel goed. Maar problemen. Stopcontact. Stopcontact. Precies waar de nachtkastjes komen. Dus dat betekent dat ik hier helemaal uit moet gaan boren. Zagen. Zodat het stopcontact in de la komt. Ja. Had ik al gezegd dat mijn wasmachine en droger er waren? Ik weet niet, maar in ieder geval. Doei huis. Tot morgen. Mensen zeggen echt van, wil je niet zo snel mogelijk weg? Ik zeg, nou, ik vind het wel prima lekker bij mijn ouders. Kom ik straks thuis, kan ik de hele dag klussen. Elke avond een maaltijd geserveerd. Die zijn mensen. Gewoon alle buren en zo. Hi, Fushmio, ga je lekker wijn drinken? Wat een heerlijke dag. De zon schijnt, H komt. Als de zon schijnt als H komt, is het altijd nog leuker. Ik heb net mijn grof vuil weggebracht. Mijn auto ligt nog steeds super vol. Ik ga nu naar de karwei voor 2 van die aansluitingen voor de wasmachine en de droger. Dan ga ik sporten voor het eerst deze week, want daar ik heb tijd over. En dan naar mijn huis en dan komt H. En even snel yoghurtje, want mijn ontbijt ligt eigenlijk in mijn huis. En gisteren heb ik dus heerlijk mijn haar gewassen. Eindelijk weer een fijne nieuwe shampoo besteld. Ik had van de Action shampoo. Mijn haar was elke keer echt kurkdroog. Gewoon touw. En nu eindelijk weer lekker zacht. Dus ik voel me meteen helemaal fresh en lekker. En ik had Epi Lady lekker geëpileerd. Ik voel me helemaal fresh. Mijn uitslag gaat iets beter. Nog steeds niet weg hoor, maar wel iets beter. Oh, nu gaat het regenen. Oké. Ik krijg stuk op Nederland. Kijk, gewoon hagel in mijn haar. In de karwei lopen zon. Uit de karwei keiharde hagel. Ik heb dit. Een ijsplitter voor mijn afvoer. En een ijsplitter voor mijn kraan. Ik neem aan dat je voor allebei een splitter nodig hebt. Oké, H is er. Ik heb even een jasje over me. Wel gewoon nog mijn sportbroek, maar met een jasje erbij. Ik heb de tv net getild. Dit is dus de tv die uit de slaapkamer kwam. Die had ik dus net voor het uitging gekocht. Ik dacht dat hij heel klein zou zijn, maar ik denk dat het wel een mooi maatje is voor hier. Ik dacht als hij echt te klein is, moet ik hem ook in mijn slaapkamer doen en dan een nieuwe kopen. Maar zo te zien is het niet nodig. En Haak is nu zo te parkeren en dan komt hij met die bouldercar vol met spullen die we net in de bouldercar hebben geladen. Die car is echt heel handig. Ah, dit is in je eentje tillen, hè? Ga je in je eentje tillen? Oké, daar hou ik de piepschuim tegen, want je moet ook nog ruimte doen. Kijk, daar lukt het niet. Je moet nog hoger.
Oh ja, dat is wel mannelijk. Samen? Ja, doe maar. Maar hoe pak je hem? Jij hebt het heel veel recht zo, dat kan ik niet meer dat doet. Ja, waarom heb je? Als ik hem laat vallen, is hij stuk. Ja, kan hem er neerzetten? Ja, wacht, het piepschuim zit in de weg. Ja. Maar hoe doe je dat zonder dat je vinger er toe schroeft? Oh, jij tilt die met je vinger. Ja. Wow, goed? Dat is echt niet in mijn eentje gekund. Nee. Oh, dit moet weer naar het grijze doen. Mijn moeders kar om net om naar het strand te gaan. Naar Japan? Strand. Oh. Japan. Oh, ik kom zo graag een keer naar Japan. Dat is het enige land waar ik echt heel graag heen wil. Dit is echt top. Wow, je hebt hem al. Mooi ding, hè? Ja. Nee, misschien kunnen we beter dat tolletje even pakken. Ja, die heb ik daarvoor ook meegenomen. Oh, slim. Dus jou voor deze handeling. En dan moeten we eerst van het zonbuur gaan af. Dat heeft geen zin om hier om te zetten. Ja? Ja? Maar überhaupt af hoe monteurs dat doen? Of moet ik deze spullen aan de kant doen? Dan kan je het ook niet echt samen hier staan. Best moeilijk. Als je dit kan tillen, ben je echt heel sterk. Ik heb voor het eerst gestofzuigd. En de meeste stofcontactjes zitten erop. Echt knap als je het in eentje kan tillen. Wow, het lijkt nu wel zo'n wasmachinezaak waar je naartoe gaat om je was te... Het ziet er zo professioneel uit. Alsof je, weet je wel, naar zo'n bedrijf gaat om je kleren te wassen. Oei! Oei! Skateboard. Wow. Oh ja, deze kruk hadden Haan en ik toch gekocht. Voor wie dat nog weet. Voor in Zoetermeer. Maar toen konden we nu niet meer andere van deze kruk krijgen. Terwijl hij was vet duur voor zo'n klein krukje. Meer dan 150 euro. Dus die stond altijd bij mijn ex-schoonouders. En eigenlijk is die voor nu perfect voor hier. Om even uit te testen of het bevalt of dat ik toch beter een prullenbak eronder kan doen. En hij probeert nu dus bij de aansluiting te komen. Super moeilijk, want die aansluiting zit ongeveer zo hoog. Dus je moet helemaal eroverheen. Pas op voor je hoofd. Kan die er niet doorheen? Ja, dan moet je toch schroeven op je maat, neem je dat? Ja, hoe weet je dat je de goede diepte doet? Dat is een heel klein mini-stukje maar. Ja, heel klein stukje. Ik bedoel, je zou maar er doorheen boeren en eruit komen hier. Ja, oh, ja. Dus nu kan ik die schroef al gaan zoeken. Dan ga ik ze dus opbergen en dan weet ik het niet meer. Ja, ik ben helemaal niet schroeven. Is het echt goed, hè? Ja. Nou, dat staat dus bijna gewoon een beetje. Nou, dat kan moeilijk als je. Ja, daar. Ja. En nu schijnt de zon weer. Zo, Hamo naar verjaardag van zijn zus in Zeeland. Ik ga natuurlijk niet mee. Ik moet eerlijk zeggen, het liefst ga ik mee. Vet gezellig, maar het is toch een beetje raar. Het is uit. Maar we gaan even een haringje halen. Gaat hij even een cadeautje halen voor zijn zus. En dan gaat hij dus naar die verjaardag. En dan gaat hij dus in mijn huis slapen. En dan gaan we morgen weer verder klussen. We hebben echt heel weinig kunnen doen. Ja, die wasmachine en die droger duurde gewoon vet lang. Je kan natuurlijk ook via Coolblue of zo dat gewoon laten aansluiten voor 25 euro. Oh, staat Hana achter het stoplicht? Nu weet hij niet waar hij heen moet. Oh nee. ja, dat kan natuurlijk ook. Maar deze site had dat niet. Dus tip, heeft de site dat wel, zou ik dat echt laten doen. Want het was heel veel werk. Vooral met het opstapelen. Stond het eindelijk. Moesten we nog kabels aansluiten. En zo moest het er weer af. En we hebben dus het bovenste keukenblad vastgemaakt. Dat was echt letterlijk 6 schroeven. Klein gaatje boren en erin schroeven. Even afmeten of het goed is. Dat was super easy. Maar er moet nog vet veel gebeuren. Dus morgen wordt... Maar ja, morgen hebben we, is hij er natuurlijk al in de ochtend. En dan hebben we gewoon de hele dag tot 5 uur of zo om te klussen. Dus dat is wel top. En ik kan nu nog even naar winkels wat ik wilde. Wel leuk, heb ik wel zin in. En ik kan eventjes mijn ladekast nog afmaken. En trouwens, het is al best wel laat. Dus zo, we gaan ook gewoon alweer om 6:30 eten. Weet je, deze dag voelt gewoon... het is 3:15 nu. Oh ja. Ja. Nee.
voelt alsof er niet heel veel gebeurd is, maar ja, het is wel heel leuk. We hebben gewoon goed gewerkt. Lekker haringkie halen. Hallo, ik ben bij de Tieke Max en Primark geweest en ik heb er heel veel geld uitgegeven. Ik ga het heel snel laten zien. Primark cadeautasje. Primark Heatless Curls, maar dan zacht. Dus die zullen wel moeten werken. Primark drie keer dat topje wat ik zo fijn vind. Ik draag hem elke dag. Alleen ik had XL, dus eigenlijk een beetje wijd. Dus ik heb nu L. En misschien pas ik hiervan ook wel de string. Aangezien de XL te groot is. Cadeautje van mijn bonusdochter. We zijn op dezelfde dag jarig. Dus dat is al op 28 april. Dus ik ben wat leuke cadeautjes aan het verzamelen. Dit is een hair sculpt van Hello Kitty. Ik heb heel veel kaarsen, maar deze Black Vanilla van de Primark vond ik heel lekker ruiken. En deze vond ik heel gaaf. Die was wel wat duurder, maar ziet er zo fabulous uit. Dat ik hem moest meenemen. Ik wil echt een beetje mijn interieur leuk maken met dat soort kleurtjes. Oh ja, dit is ook voor mijn bonusdochter. Ik denk dat ze hem wel leuk vindt. Een heel lang soort t-shirt jurk van Stitch. En dan heb ik geweldig servies gekocht. Want ik kon nog wel iets gebruiken van dit soort servies. Namelijk wat kleinere bordjes. Super mooi. Hiervan heb ik er 8 en dit kost maar 4 euro per bordje. Ik heb namelijk nog geen kleine bordje. Ik heb alleen dat donkere servies en dat diepere paars worden nog uit muiden. En dan ook deze hele mooie schaaltjes die erbij horen. Ik had erachter bij de kassa zag ik dat ik er 2 toch niet zo mooi vond. Ze zijn allemaal niet perfect en ik had ze echt allemaal gecheckt. Want sommige hadden hele donkere randen en deze zijn heel mooi licht. Ik heb er uiteindelijk maar 6 gedaan. Ik denk, hoe vaak blijven er nou zoveel mensen eten? Ik moet ook even ademen. Super mooi. Dit zijn altijd van die dingen die je op TikTok ziet, maar je dan niet kunt krijgen. Oh, deze zijn wel duurder. Deze zijn 8 euro per stuk. Oh, daarom was mijn totaalbedrag zo duur. Ik moet zeggen dat ik niet echt naar de prijs had gekeken. Want ik het gewoon wilde. En weet dat het toch niet zo duur is bij de prijs. Heel leuk, want heb ik wat donkere dingen en wat lichtere dingen. Qua servies. En nog voor mijn bonusochter erbij Hello Kitty stickers. Superleuk tasje. Hoe leuk is dit? Ik was vroeger echt fan van Hello Kitty. Hoe leuk is dit tasje? Nog minder dan 1,50 kost het. Ik heb hier alleen nog niet echt een cadeauafdeling in dit huis. Dus dat moet ik nog even gaan creëren. Ik doe het zo gehaast omdat we bijna gaan eten. En ik ook nog de gordijnen moet op de ramen moet afdekken. Oké, en bed moet klaarmaken. Dit kon ik niet laten liggen, al heb ik genoeg glazen. Als ik echt pareltjes zie, mag ik het meenemen. Dit vind ik een heel leuk merk. Rachel en Zoe. En ik vond het zo mooi van die wijnglazen en ik kon er ook nog eens 8 vinden. Dus die heb ik meegenomen. En ik wil niet echt een grote kapstok en ik wil niks van hout. Oh, dit is heel erg. Kijk, hij heeft een beschadiging. Wat huilen, wat huilen, wat huilen. Oh, wat jammer, want ik was helemaal verliefd op dit ding. Is dit te fixen? Nee. Dit is balen. Als ik dat stukje nou nog had. Ik ben namelijk helemaal verliefd op dit als kapstok. Oh, hier baal ik heel erg nu van. Oké, eventjes voor later. Heel leuk winkeltje. Ik zag 1000 dingen, maar ik heb niet veel gekocht. Ook voor mijn bodemfilter. Van Cinema Roll. Sokken. Ik dacht, daar heeft het minstens wat aan. Niet alleen maar van die troep. En ook een hele leuke. Allemaal glitters. Een pen. Dus heb ik vast wat leuke kleine cadeautjes. Allemaal blauw. Vindt ze een hele mooie kleur. Dit had ik al laten zien. Ik heb heel veel cadeautasjes gekocht. Omdat ik merk dat ik dat gewoon heel leuk vind om op voorraad te hebben. Omdat ik gewoon, ja, zoals jullie weten, heel erg hou van cadeautjes geven. Leuke kaartjes. Ik hou er gewoon heel erg van om cadeau na te hebben. Waarin ik dit soort dingen op voorraad heb. Ik hoop niet dat iemand dit van mij krijgt het nu ziet. Allemaal kleine giftbags. Je denkt misschien, wat moet je ermee? Maar het komt echt van pas. Ik weet ook echt wel precies welk tasje ik voor wie leuk vind. En ik vind het gewoon stom als je dan even snel naar de Zeeman moet rennen om een tasje te kopen die je eigenlijk niet zo leuk vindt. Dan heb ik liever gewoon wat leuke tasjes al voorraad. Ik bedoel, ik heb het zo ontzettend vaak nodig. Helemaal leuk. Dan heb ik daar gewoon even wat voorraad. Dan heb ik daar gewoon even wat voorraad van. Want ik merk dat ik dat echt nodig heb in mijn leven. Als je houdt van cadeautjes geven. Ik heb natuurlijk altijd al kaartjes op voorraad en zo. Ik hou daar gewoon heel erg van. Dit tasje had ik laatst dus al laten zien. Dan grijp je lekker niet mis als er iemand jarig is. Heel schattig. Gekocht voor een vriendin van mij. Heel lief babysetje. Dat doe ik ook maar bij de cadeauafdeling. Niet nodig, maar kon ik ook niet laten liggen. Van die mini kandelaartjes. Omdat het ook een van mijn fave merken is. En ik baal zo van die kapsel. Ik wil eigenlijk er gewoon een stukje hout op gaan plakken en hem gewoon maken.
Alleen ik baal, want dan had ik eigenlijk korting moeten krijgen. Want het beschadigd is. Wat is dit? Oh ja. Ik vind, ik hou dus niet heel erg van zo'n standaard kapstok. Dus ik dacht, ik ga gewoon op een leuke manier met haken. Gewoon nog deze, die heeft haar meegenomen uit Zoetermeer. Mijn eigen kapstok creëren, daar heb ik heel veel zin in. Moet ik even goed over nadenken. Maar ik vind dat veel leuker. Nog meer. Hele toffe haken. Heel blij mee. Ik heb ook echt gewacht, want ik wilde dit al langere tijd doen. Ik heb echt gewacht tot ik haken zag die ik heel leuk vond. Oh ja, en ik wil heel lang van die grote lucifers. En ik wacht steeds tot ik roze zie, maar die zie ik steeds nooit. Toen dacht ik, nou, dit vind ik wel een leuke kleur. Zo oranje. Dit zijn van die mega lucifers in zo'n leuke pot. Best duur, 10 euro. Maar ik wil het al heel lang. En ik dacht steeds, ik bestel het wel online, maar dat komt er weer niet van. En nu dacht ik, weet je, ik neem het gewoon mee. Jammer dat de sticker niet goed is, zo te zien. Ik was een beetje enthousiast. En dit is een vet leuke shopper. En, oh ja, deze oorbelletjes vond ik ook onwijs cutie. Oké, ik ga even opschieten. Doei. Oh ja, en deze lampenkap kon ik ook niet laten liggen. Vind ik zo ontzettend leuk voor 8 euro. Ik weet dus niet of ik hem ook op een... Hij is voor een kleine lamp, maar ik hoop dat door dit houdertje... Hij is voor een grote lamp, sorry. Ik ben even druk aan doen. Dit is van Soho Living. Ik hoop dat hij door die houder ook op een kleinere kan. Want ik heb dus een kap nodig voor een kleiner lampje. Ik ben heel gehaast, want ik moet bijna eten. En ik wil niet te laat komen. Oh. Dat het een soort van ring is. Ik gooi die ring altijd weg. Toen dacht ik ineens, is dat niet om het kleiner te maken? Zo ja. Zou dat echt een uitkomst zijn? Dan kan je elke grote lampenkap ook op een kleintje zetten. Ik weet het niet hoor. Ja, wel. Wisten jullie dit? Of heb ik nu echt een lifehack? Dit is zo leuk. Ik heb dit lampje ooit bij de Action gekocht. Dus sorry, die is er niet meer. Toen dacht ik, Charlotte, dit moet je kopen voor je nieuwe huis. Want je gaat het echt willen. Nou, kijk hoe geweldig. Dit is dus echt zo'n Madame Jeannette lamp. Zo'n perfect samengesteld. Dat iedereen zegt, waar is het van? Oh my god, ik ben heel trots hierop. Kijk nou. Toen dacht ik, ik moet dit. Er zat een fel witte kap bij. Heel lelijk. En nu is hij dus fantastisch. En helemaal niet duur, want dit was ook niet duur. Dit is toch geweldig, dit wil je toch? Dit is toch een top aankoop? Ik ben heel blij hiermee. En ik weet helemaal niet of ik dit al heb laten zien. Maar dit staat hier nu ook al een paar dagen. Deze bijzettafel van Zuiver. Oh ja, die had ik wel laten zien. Oké, het is hier echt een chaos. Oh, dan heb ik ook nieuwe schoenen. Mijn faves, maar dan in het zwart. Ook nog niet laten zien. Druk, 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 druk. Eerst, de eieren zijn een feit. Waarom vond ik dit hele mooie stijl pan? Ik vind het eigenlijk helemaal niet zo heel mooi. Wat vind jij ervan? Heel apart, maar ik heb wel een hele set. Wat vind jij? Mooi. Oh. Good morning. Haar had uiteindelijk toch bij mijn ouders thuis geslapen. Want het is toch wat fijner dan hier zo. Gordijnen afvlakken was heel lastig en nu gaan we dus hier ontbijten. Maar ik had natuurlijk die ovenreiniger toen in de oven gespoten, maar dat is alweer 2 weken geleden en daarna heb ik er niet meer aangezeten omdat het zo erg stonk. Dat ik gewoon echt, het voelde zo giftig. Dus nu ben ik die hele lageraad uit die 2 weken heeft ingetrokken, want anders kunnen we natuurlijk geen broodjes erin doen. En ik ben dus gestopt met mijn pil na 4 maanden doorslikken. Of 4 maanden slikken, dus 3 maanden doorslikken denk ik. Of 5, 4. In ieder geval heel lang. En ik voel dus nu echt de pijn opkomen. Maar ik dacht, ik moet echt weer even een keer stoppen. Want ik heb het zo lang doorgeslikt dat ik steeds zo druk was dat ik dacht, ik kan het me gewoon niet permitteren om heel veel pijn te hebben. Maar ik voel nu dus wel echt die pijn. Maar ik moet zeggen, ik voel dat eigenlijk al 2 weken lang. Dus toen dacht ik, mijn lichaam wil waarschijnlijk ongesteld worden. Al is het natuurlijk geen natuurlijke ongesteldheid. Dus ik ben wel benieuwd voor de mensen die ook aan de pil zitten, hoe lang jullie dus het doorslikken. En hoe kom ik onder dit ding. Hoe kan je daaronder schoonmaken? Ik weet het niet. Maar het gaat al een stuk beter. Alleen die plaat is nog steeds vies. Dit is gewoon de eerste keer dat ik eten bereid. Ik ben een ontbijtje aan het maken en haast een lamp aan het ophangen. Dit is toch leuk? Ik vind het helemaal leuk. Ik heb wel een snijplank, maar ik heb nog geen zin om die te gebruiken. Maar het niet zo zonder zijn is te zeggen, hè? Ja, dat vind ik toch apart. Ik denk meteen dat er iets anders is. Nou, als het maar vast zit, denk ik dan maar. Oké. Okay. Ja? Ja. Ja. Het is tijd om het blauwe eraf te halen. Ik mis nog 1 beleggingspaneel, want die had schade. Die komt later. Oh, ik zie wel echt weer iets wat niet helemaal goed is. Zie je het ook? Ja. Stom, hè? Ik dacht dat Linda en ik deze niet heel goed hebben gehoord. We moeten dit even naar voren doen.
Maar moet ik het dan wel heel rauw halen? Nee, het is niet 100% recht, want het is echt bijna niet te doen. Maar dat zie je ook in de keuken erachter, die gewoon door professionele mensen is gemaakt. Dus ik ga het blauwe eraf halen. Heel benieuwd, ik denk dat het blad veel mooier tot z'n recht komt dan. Dit gaat echt super lastig af. Nou, hij heeft een lampje opgehangen. En dit vind ik gewoon zo mooi, die wasmachine. Dit is de keuken van deze kant. Die stickers eraf halen was vet veel werk. Hier moeten ze er nog even af. En ja. Is er nog wat? Oh ja, hij heeft ook deze opgehangen. Dit is die uit mijn oma's huis. Ik twijfelde een beetje, omdat het natuurlijk raar is om twee verschillende lampen te hebben. Maar ik denk als ik nog een soort hele toffe lamp in de kringloop ga vinden. Die een beetje hetzelfde soort is. Dat het wel gaaf is om die daar nog te hangen. Dit is die uit mijn oma's huis en ik moet dit in mijn huis hebben. Dat wilde ik gewoon heel graag en dit vind ik de enige plek waar het mooi staat. Ik vind het niet mooi in de slaapkamer. Zo ziet het er hier nu uit. En die lamp is dus van de IKEA, die heeft hij nu ook in de badkamer gehangen, want hier was nog geen licht. Perfect, hele mooie lamp. Die er hing was heel lelijk en het is hier nu ook een stukje verder. Nu zien jullie pas de badkamer, er moet wel iets warmer licht in vind ik. Nu is het wel heel cool. En brum. Dit vind ik nu een hele mannelijke badkamer om te zien. Maar nu zie ik jullie voor het eerst echt hoe mijn badkamer eruit ziet. Tadaa. Oh, je hebt trouwens de minis ook gekregen van de deo. Vet leuk. Ja. En pootjes eronder moet nog. Oh, dit kan ik eventjes gaan opzuigen. Maar ik vind het hartstikke netjes hoor, die kast zo. Dat straks op pootjes staat. Gewoon witte grijs. Maar zie je dat je dus nu ziet hoe grijs het is. Je dacht dus het is een soort beige tint. Het is echt best wel een grijze badkamer. Dus iets warmer licht erin vind ik wel mooier. En ik wou die kraan dus vervangen voor een zwarte, maar ik weet niet eens of het nodig is. Want op zich past zilver hier wel bij. Tadaa. En dit is mijn wc nu. Dit moet natuurlijk nog een wc-rolhouder en een, nog een wc-rolhouder, zeg maar, een staaf en zo'n ding. En dit vind ik wel cute. En dit vind ik echt geweldig. Heel leuk. Ik vind het gewoon heel geweldig dat mijn oma's lamp hier hangt. En deze. Oh, hier hoor je dat er echt geen galm is. Zou ik ook al zelf kunnen ophangen. Maar ja, ik heb volgende week nog. Het is nog niet helemaal netjes, maar ik heb vast wat uitgepakt. Hier staat vast wat. Handdoeken komen natuurlijk uiteindelijk in de badkamer. Er hangt vast wat kleding. En ik wil niet te veel inladen wat nog niet de originele bestemming krijgt. Maar ik vind het ook wel lekker om vast een beetje wat in te ruimen. Ik bedoel, je kan het zo makkelijk natuurlijk ook weer verplaatsen met die bakken. Wat broeken. Hoppakee. En dan ja, een nachtkastje. Ik kan nog één nachtkastje in elkaar zetten, maar dat ga ik niet vandaag doen. Dat kan ik in mijn eentje. En dit zijn die rekken. Heb ik hier al laten zien. Gisteren bij TK Maxx gekocht. Geweldig. Die vind ik zo mooi dat ik hem gewoon ga houden. Ik ga het wel fixen op een of andere manier. Die haakjes vind ik ook fantastisch. Dit wordt echt heel mooi hier. En dan met die lamp. Wordt echt te gek. Helemaal blij mee. Woehoe, hier moet ook een warmer lichtje in. En als je zo binnenkomt vind ik het dus niet wit. Ik vind als je daar zit, weten dat er ook nog een witte eettafel komt. Moet ik helpen? Ben je te snel? Bijna tijd voor een lekker drankje. De man is nog lekker aan het meten. Ik heb dit. Dat had ik al heel lang geleden, nou ja, een paar maanden geleden gekocht. Ben benieuwd. Oh, die van Melissa kwam er zo als goed. Zo, kijk, met Teddy langs, want die had het huis nog nooit gezien. Dus dat vind ik heel leuk dat die komen. En dit was dus de checklist. Nou. Bijna. Die is bijna klaar. Nice. Oli en Melissa zijn er. De laatsteur. Ik ben aan de drank. Ben je er rond? Ja. En kom je er aan? IKEA. IKEA, oké. Okay. Al weet ik me bezig. Want ik heb het net afgepakt. Oh, iedereen is verbaasd dat het de eerste kamer de slaapkamer is. Dit is heel. Dit hele werk is al een jaar. Je 60. Tadaa. We zijn er weer. Helemaal een buffet hier.
Heel is niet meer bang voor de camera. En nu is er een mold om ook op de bed voor als je een volgende keer weer te komen staan. Ik had dat kussen gekocht voor de ouders. De was moet voor 10 uur opgehangen zijn. Anders. Ja. Volgens mij was hij later thuis hoor, dat hier. Nee. Maar... Papa kon echt niet blijven, want hij moest de was ophangen. Hij ja, was maar... 1 seconde, toen was hij weer weg. Maar ik heb ook wel andere setjes die ik kan gebruiken. We hebben zoveel gedaan vandaag. Het is al bijna het einde van de vlog. En één ligt op jouw bed. Zien jullie hoe blij ik ben? Ik heb echt een heel... Het was net te laat. Ik ben een heel fijn huis. Het is wel fijn dat je het zo fijn vindt in je huis. Echt een heel fijn huis is het. Echt geweldig. En er rijden nu heel veel auto's langs. Oh, die en Melissa zeiden ook, wat is het stil met de ramen dicht? Beste ramen ooit. Ja, je hoort niks. Niets hoor je. Maar als de... Niets. Ook geen vliegtuigen. Alleen met de ramen open. Oh, ik hoor geen vliegtuigen. Nou, hier ook vliegtuigen met ramen dicht. Ja, hier is het wel erg. Vliegtuigen hoor ik vannacht. Nu ben jij de eregast. Jij mag als eerste dressing pakken. Oh, nee. Leg jij hem op je voeten. Mm. Oh, even zo. Zo. Zo, bijzonder. Bijzonder. Het koude. Weet je nog haar dat wij een keer een pizza hadden in Zoetermeer? En dat het toen ijskoude op de waterhap lag. Ah ja. Dat die man helemaal boos werd. Bij, heet de tent ook weer? Bella Napoli? Ja, Torino. Mozzarella. Ja, maar toen had ik dus, dat klopte echt niet wat ik toen had. Wie wil ik? Ik hoef niet heel veel van de mozzarella. Dank u wel, ja, die brandy. Die camera nog vast. Gaat hij op mij zetten? Gaat hij op mij zetten? Van deze? Van deze? Ik wil gestopt ook met hem. Dank je wel. Anders snij ik gerust op. Dit is een Bianca. Met de crème fraîche of zo. Zo, het is bijna 8 uur. Ha is weg. Het was heel gezellig. En ik ga nu lekker in bad wat werkdingetjes doen. En mijn huis. Dus nog even voor mijn huis, voor mijn Instagram en voor school. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Laat zeker een reactie achter. Als je niet weet wat je moet reageren, zeg dan... wow, wat een leuke klusjes, man. En doe even een like. En check mijn Instagram. Bedankt voor het kijken. Vergeet volgende week niet weer te kijken. En op Insta blaas ik dus superveel als je alles al eerder wil zien. En ik zie je volgende week weer. Bye!